Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Crusader Kings 3. Doen we met Duke Ragnar de tweede. We zijn redelijk onderweg. We zijn als Brabant best wel groot. Dus laten we hopen dat we voorlopig ook nog eventjes stand weten te houden. Ons koninkrijk wordt steeds kleiner, waar we onderdeel van uitmaken. Lotharingia is niet veel meer. Met de Denemarken hier ertussen. Zutphen, dat zelfstandig is geworden, blijkbaar. En dan hebben we ook nog, althans onze leider heeft ook nog een paar oorlogen openstaan. Dus dat zijn zo nogal wat dingetjes. Misschien kunnen we hem daarbij wel helpen. Wij hebben iets te veel. Oh, dat komt natuurlijk omdat we Luik hadden ingenomen. Right. 6.0 inkomen. Dat is wel lekker. Above domain limit. Ja, heb ik iemand om het aan cadeau te doen? Nee, want ik heb natuurlijk geen kinderen of niks. Ik kan mijn zusje wat geven. Nee, kan ik niet. Nou, dan laten we het even zo. No heir. Daar ben ik natuurlijk van bewust. Can declare war on King Eiriker. Goeiedag dan, Eiriker. Ja. Oké. Ja, dat lijkt me niet heel slim. Als stel dat 1715. Oh, dus niet heel veel. Het is niet extreem veel. 1715. Maar goed. As I walk outside, I am greeted by the sight of my martial Count Hilliard, crouching beside my cat baby player, tenderly patting her head. That's quite a lovely cat you have, my lord. You're very perceptive. Oké, als fijn als mijn onderdanen mijn kat ook weten te waarderen. You are in line to inherit. Ja, ik weet niet steeds hoe ik daaraan kom. Maar goed, ik klaag niet. Aargau. Daar zo. Oh ja, dat was hier in Zwitserland, waar ik blijkbaar ineens van alles heb. Maar goed. Maakt niet uit, dat is prima. Laten we hopen dat het ook echt lukt om het binnen te halen. Kijk, control. Ik overal best goed, behalve in Brabant. Oh nee, Brabant is al 100. Waarom ben ik daar dan bezig? Increase control. Of is hij... Oh, hij zit... Hij zit in Leuven. Ja, dan zat hij... Nee, hij zit in Antwerpen. Wat nu in handen is van een kind. Very well, you know best. Geen geheimen gevonden, blijkbaar. Council, wat kan je nou meer? Disrupt schemes, support schemes of find secrets. Yeah, disrupt, control, domestic affairs of foreign. Ja, we toch wat prestige. Promote culture. Wat dat nog ergens? Volgens mij is alles Dutch op het moment. Oh nee. French? French. Doe maar eerst Kamerrijk. 4 years, dus vrij snel. Convert faith. Was ik daar niet al mee bezig? Nee, blijkbaar niet. 11 jaar. Oeh, dat is wel lang. Nou ja, goed, we zien. Of kan ik nog... Ja, religious relations zijn volgens mij goed, want ik ben al vrienden met de bisschop, toch? Ja. Oeh, hier zit een wegje bezig. Ja, die is vrij laag. Hoe krijg ik die quality omhoog? Weet ik eigenlijk niet. Quality, we gaan gewoon eens even kijken. Quality. Ja, knights en man-at-arms. Maar we hebben toch redelijk wat man-at-arms, dacht ik zo. Armored footmen, dan worden het echt goeie. Het is wel een dure. Ja, we kunnen nu ons voorloven. Light horsemen, ook niet verkeerd natuurlijk. Dit zijn de beste. 34 damage, 22 toughness. Die
heeft natuurlijk wel... Ja, een beetje cavalerie is natuurlijk ook wel fijn. Ja, laten we die maar doen. Your culture has discovered plenary assemblies. Oké, het is dan een nieuw gebouw als het goed is. Staat alleen hier niet bij. Your leech won the war with King Ericur. Oh, nice. En daardoor is dit ineens naar Visby gegaan. Allied to Arnhem, dat moet die dan zijn, juist. En Truce with Denmark, we hebben dus één ally en dat is Arnhem. Als dat alles is wat je hebt, ik denk het niet. War for the County, Inferior. Hij heeft natuurlijk een heel slecht leger. Ik heb helaas nog niet het prestige wat ik nodig heb. Council. Toch maar even domestic dan. Ja, dat nu juist minder. Plus 0.5. Ja, nee, dan moet ik hem zo laten staan. Right. Oké. Okay. Kom op, jongen, je bent 15, nog één jaartje en je kan eindelijk trouwen. Red Free, Pet Cat, Seeker of Knowledge. Tja. Ik kan natuurlijk hem ook helpen. Surrender. Hoezo ik? Oh, dan kan ik met surrender in die oorlog. Nou, dat dacht ik niet. Ik kan misschien wel mijn heer even helpen. Offer to join war. Mag niet, want... Does not lead. Ah, hij is weer iemand anders aan het helpen. Prima. Military. Train commanders. Knights improve. Ja, dat is natuurlijk ook wel lekker. Increase military presence. Well-organized service. Tja. Control is natuurlijk wel het belangrijkste op het moment. Laten we dat eerst maar even doen. Dus we nemen de levies wel toe. Unwelcome attention. Countess Isabel has been pestering me for a long time now. Countess Isabel. Oh, dat is die van Antwerp. Many of the other children listen to her, and she used her influence to turn them against me. I cannot get her to stop, no matter what I do. She is the worst. God is gewoon gepest. Maar goed, alles is voorbij. Coming of age. With the help of Sebastian, I finally concluded my studies in the art of intrigue. My achievements were not great, but this also could have gone worse. Okay. Friendship with Sungal. Countess Isabella, ja. Je hebt een soort herhalingje eigenlijk, hè? Duke Regina, you're a man now. Flamboyant trickster. Twee sterren, is niet top. Maar goed. You lost the Fred Curious, dat is jammer. Wat ben ik dan wel? Humble, calm, gregarious, flamboyant trickster en quick. Ja, we gaan uiteraard verder in de intrige. Fertility, 20% meer. Ja, ik moet flink wat erfgenamen produceren. Want ik ben alleen. Attraction. Oké. Okay. Oh, temptation. Ja, yeah, right. Intimidation. Ook leuk. Dread. Maar ja, nou te gaan heersen met een ijzeren vuist door mijn volk alles af te dwingen lijkt me niet heel handig. Scheme, subversion en secrets. Ja, nee, ik ga gewoon even voor die extra vruchtbaarheid. Lijkt me hartstikke goed. Ja, let's go. We can marry. Absolutely. And she will accept. Dat is mooi. 80 goud cashen of 350 prestige. Dat goud heb ik wel. Doe mij maar wat prestige. En dan alsnog... Holy War for the County. Similar. Heeft net zo'n goed leger als ik. Eén ally. Met de military strength van 131. En hij met ook 134. Dus dat is redelijk. Ja. Ik ben nou niet overtuigd dat we nu super sterk zijn. Oh.
caught in the act. Wat nu? Your guest en... Oh, twee gasten. The solar is just barely illuminated and leer. Deze. And I are pressed close. Our lips all but meeting. The night air is cool, but she feels molten to the touch and her breath comes in short, ragged gasps. Dus ik lig met iemand anders in bed en zij ziet ons. Maar ik heb die keuze helemaal niet zelf gemaakt. Maar goed. Even kijken. Quick thinker. Extra diplomatie en extra intrigue. Dat klinkt op zich goed. Beide hebben een wat... My guest. Ja, ze vinden mij allebei wat minder erg. We were just leaving. Dan ga ik met haar naar bed. Ze is, met alle respect voor oudere dames, maar ze is 59. Zou ik dat dan vandaan nou? Dat doen we dus niet. An intimate relation. Nah, nee. The mood is ruined. Dat sowieso. Get the door. Silver tongued for 5 years. Nee, ik wil überhaupt niet dat zij dat ik met haar naar bed ga. Ik ben net getrouwd. Nee. Stuur ze beide weg. Dan vinden ze me allebei niet aardig. Het zou zo. Call hand. Lijkt me goed. Sound the horn. Accept. Oh, die wil je niet zoveel. Ah, ik wou zeggen. Rampaging heart. Just as Mercurial, Iceband and I crest a hill, we hear it. The snapping of twigs. The rustle of branches. Birds screaming in fright. They are heralds announcing its arrival. My massive heart heeding straight for us. Oh nee, I am injured. 18% kans dat ik doodga. En dan is het afgelopen, hè? A massive heart. Ik weet even niet wat heart is, maar... Help, do something. Ja, dat is 8% kans dat ik doodga, dus kans wel 1 in 5. De kans is wel veel groter dat we gewoon een dikke hunting trophy hebben. Oké, okay, fingers crossed. Oh, dat was even lucky. Ja, dik succes natuurlijk. Hunting trophy. Extra prestige elke maand, 10 jaar lang. Dus dat tikt wel lekker aan. 1.5. 1793. Ja, ik moet misschien gewoon wat meer knights uitnodigen. Force, 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 force. Ik weet dat de kwaliteit heel erg ten goede komt, maar ik kan natuurlijk wel best een legertje inhuren. The Bodyguards of Gwendolyn, bijvoorbeeld. Baby player, sensitivity, wat doe je? Oh, ze is allergisch. Give her the auto. Isabel could use a companion. Countess Isabel. Oh, dat is mijn meisje wat mij de hele tijd clearde. Haar kat te geven. Onfroy gains a cat. Oh. Of mijn vrouw is boos. Nou, dat lijkt me geen optie. Timer klinkt. Tja. Hoe denk jij over mij? Plus 11. Otto. Ja, die vindt me al aardig. Ik geef hem aan Onfroy. There you go. Kat voor jou. Even kijken. Brabant. Oh, pregnancy. Haha, she's bearing my child. Goed zo. Dat is vrij vlot. Brussels. Oh, die is al volledig. Nou, niet volledig upgrade, maar wel voorzien van een hoop upgrades. Oh, ik kan zelfs de stad zelf ook groter maken. Wat doet dat? Oh, dat geeft flink wat meer inkomsten. Groter garrizoen, meer levies. Oh, nice. Dat wist ik helemaal niet, maar dat is goed om te weten.
Mijn kasteel kan ook groter, dat is wel een heel duur project. Ik kan natuurlijk ook nog steeds een nieuw dingetje bouwen. Dat kost 500. Dat is voor nu even niet zo handig, maar... Maar in de stad zelf. Ik heb een hunting lodge. Ik heb... Extra levies heb ik al. Crop fields. Die kan ik weer upgraden. Ik heb hier nog één dingetje over. Walls and towers. Ja, lijkt me goed. Een beetje extra bescherming. Het levert een heel klein beetje geld op. En mijn levies worden groter. En dat is ongeveer wat ik wil. 5-5, dus ik heb niet meer te veel domains. En I can still declare wars. Visby. 15-13. Hij heeft 1 ally. Die heeft 150. Ik heb ook 1 ally. Hij is ook zijn ally. Ik had dat toch wel lang uit het land moeten gooien, eigenlijk. Murder. Nee, dat gaat hem niet allemaal worden. Ondanks dat ik goede intrige heb. Fabricate claim. Nou, vond je ook niet zo heel veel zin. Ja, bruggen. Ik zou het graag hebben, maar... Kom ik rechtstreeks in oorlog met de Fransen. Wat is hier aan de hand? Peasant uprising. Oh, dat is neutral. Hoe is dat dan? Een beetje hulp nodig hier. Offer to join war. Peasant uprising. Het is natuurlijk ook in mijn belang dat we dat even... volledig in de kiem smoren. Terwijl ik het zeg, bedenk ik me dat deze aflevering eigenlijk al geëindigd was. In plaats van te vechten zeg ik dus bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. We leven. Mijn vrouw ook. Ze is zelfs zwanger. Dus laten we hopen dat we snel wat erfgenamen erbij hebben. Voor nu, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.